Ja, hebben jullie hem gezien? Die Frits Wester. Ja, weet je wel, die politieke figuur van RTL. Heb je hem gezien? Bij die persconferentie? Ja, met de kakelende. Ja, de kakelende gaf een persconferentie. En dan komt Frits Wester, hè, die komt dan met dit. Hier. Ja, ja. Kom in de schaar. Ja. Oh, kakelende. Zou je ook een stukje van uw haar willen afknippen voor de vrouwen in Iran? Nou ja, zeg. Jongen, 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 jongen. Dat is dan de Nederlandse journalistiek. De politieke journalistiek in Den Haag. Dat is toch werkelijk om gek van te worden, vrienden. Ik bedoel, die politiek in Den Haag, die zit al werkelijk op zijn dieptepunt. En dan denken die journalisten daar in Den Haag, die denken, oh, wat zij kunnen wij ook. Kom maar, kom maar. En die Frits Wester, hier, Frits Wester. Ik bedoel, vroeger kon ik het nog wel waarderen, die Frits Wester. Ja, maar die vertelde nog wel eens een keertje hoe het zat. Weet je, dan dacht ik, nou, oké, Frits. Maar hoe lang geleden is dat, Frits Wester, dat jij iets ging vertellen? He, dat je het verschil maakte. Toch helemaal nul. Niks. Al die dingen die Omtzigt doet, hè. Ja, want die doet eigenlijk het werk van de journalisten. Die zoekt uit en die is, zeg maar, die luis in die pels. Dat is, die komt met dingen naar voren. Toeslagenaffaire over het gas. Aan wie wordt dat verkocht en voor hoeveel? Ja, Frits Wester. Ja, maar wat jij nu doet, jij doet alleen maar citeren. Omtzigt, en terwijl Omtzigt jou moet citeren, zo zit dat, Frits Wester. Ja, ja, en trouwens, het geldt voor die hele journalistiek daar in Den Haag. Allemaal keurig persconferentietjes aflopen, keurig de briefjes van de persvoorlichters uittikken, daarbij zo'n lintje staan bij de ingang van de Tweede Kamer en dan even een microfoontje eronder en klaar. En verder niks, zoeken niks uit. Zeker in deze tijd zouden ze dat moeten doen. Met al die fouten die er gemaakt worden. Frits Wester, ja, jij zei ook, zoek eens uit waarom al die ambtenaren in Den Haag zo verschrikkelijk falen. Ja, dat kan toch niet anders? Met asielbeleid en noem maar op, en toen met corona. En wat was je toen, Frits Wester? Nee, en nu denk je, oh weet je, ik ga even een puntje scoren. Ik ga even leuk doen. En dan kom ik met een schaartje. Ach, wat een treurigheid. En door die hele Frits Wester moet ik het nu. En die dag is vandaag. En dat is ook alweer treurig genoeg. Moet ik het opnemen voor de kakelende. Ja, ja, ja. Zo erg is het, vrienden. Ik moet de kakelende gelijk geven. Want die krijgt dat schaartje. En toen zijn de kakelende hartelijke groeten. Dat maak ik zelf wel uit wanneer ik dat doe. En daar had de kakelende volkomen gelijk in. En daarom moet ik de kakelende, ja nu, ja, moet ik het voor haar opnemen. Hé, en dat komt allemaal door jou, Frits Wester.